dit soort projecten zijn enorm belangrijk. Want we kunnen wel een visie hebben voor wat we willen bereiken over 5-6 jaar. Het gaat er ook om dat we dingen gaan doen en dat we gaan leren en dat we ervaring opdoen. Veilig, stil, schoon, dat is de combinatie waar we naar op zoek zijn. Jarenlang was het de vraag of het er zou komen. En ik denk dat nu de vraag is wanneer gaat het er komen. Ja, wij denken dat deels elektrisch vliegen een vervanging zal zijn van het bestaande vliegen, maar dat er ook een uitbreiding gaat komen. Voor de mobiliteit meer op de kortere afstand en zeker afstanden die met de auto of de trein lastig te bereiken zijn, ja, daar gaat elektrisch vliegen echt een toekomst hebben. Er komen met die pipistrel heel veel nieuwe vragen op ons af, heel veel nieuwe uitdagingen. Dat betekent dat dus ook de regionale luchthavens moeten gaan nadenken over wat is mijn rol. Want je kunt natuurlijk als luchthavens zeggen, we wachten wel af en we zien wel wanneer die nieuwe vliegtuigen komen en dan zorgen dat we onze faciliteiten erop aanpassen. Maar wij hebben het omgedraaid. We zeggen, wij willen dat het er komt en wat moeten wij daarvoor doen om het zo snel mogelijk of misschien nog sneller bij ons te krijgen. Wij zullen onze werkwijze als luchtverkeersleiding zullen we daar echt op moeten gaan aanpassen. Dat dat straks wat vaker gaat gebeuren. Dan zullen we bepaalde procedures daar goed voor moeten ontwikkelen. Dat we dat lekker vlot en ordelijk, maar vooral ook veilig kunnen blijven doen. De batterijduur is wat minder lang dan de andere vliegtuigen nog op de oudere brandstoffen. Dus dat we zorgen dat het vliegtuig wel zo snel mogelijk naar binnen halen. Je hebt hier te maken met heel veel nieuwe ontwikkelingen die je bij elkaar moet brengen. Als je kijkt naar de infrastructuur, nieuwe businessmodellen, vliegvelden die aangepast moeten worden, maar ook nieuwe technologie. En dat is een hele belangrijke batterijtechnologie die ontwikkeld moet worden. Er zijn al grote stappen gezet binnen automotive. En wat je vooral ook wil is die ontwikkelingen ook richting de luchtvaart brengen. En dat ecosysteem daaromheen, dat is eigenlijk wat je wil aanjagen. Zorgen dat die partijen met elkaar kunnen werken aan die ontwikkeling. Als we kijken waar producenten op dit moment mee bezig zijn voor de opvolgers van deze pipistrel, dan zien we dat de toestellen gaan komen met 6, 9 en in de toekomst misschien zelfs 20 mensen aan boord. Ik denk dat het voor ons vooral interessant wordt als we gaan kijken naar tussen de 9 en 19 stoelen. Dat zeer interessant voor ons zou kunnen zijn om uiteindelijk Limburg te ontsluiten met de rest van de wereld. Ik denk dat wij op Breda Airport graag investeren in innovatie en in nieuwe technologie. Daarnaast doen we heel veel testprogramma's, vaak over elektrische mobiliteit. Dat is mogelijk omdat op een kleine luchthaven als dit de faciliteiten hebben. En daar werken we gewoon graag aan mee. Binnen de luchtmacht hebben we een aantal mensen die een verschrikkelijk groen hart hebben. Die op allerlei manieren initiatieven zoeken om de luchtmacht te verduurzamen. Er zijn echt heel veel mogelijkheden om de vliegbasis te verduurzamen. Die moet je allemaal uitproberen. We zien achter ons flower turbines om duurzamer om te gaan met de bronnen die we hebben. En dit is een van de methodes. Het moet anders en het kan anders. En dat laten we zien met dit project, dat laten we zien met een elektrisch vliegtuig, dat laten we zien met zonnepanelen, met alle initiatieven die we hier doen om duurzamer om te gaan met onze wereld. Ik denk dat er zeker ook stappen te zetten zijn door dit soort initiatieven. Dat iedereen wakker geschud wordt en dat er gewoon alternatieven beschikbaar komen. De maatschappij en eigenlijk alle bedrijven die gaan door. En wij moeten gewoon bij hun technologie aansluiten. Want ja, daar zit de toekomst en wij willen toch echt toekomstbestendig zijn. Ja, dus om dit allemaal te kunnen realiseren en klaar te zijn voor die toekomst, moeten we ook echt samenwerken met andere partijen. En dat willen we ook heel graag. Als ik denk aan duurzame luchtvaart in de toekomst, we moeten die transitie maken naar duurzame luchtvaart. Dus die combinatie tussen elektrisch, waterstof en duurzame brandstoffen is denk ik wat de luchtvaart duurzamer gaat maken.